Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Milan en ik ben onderweg naar Hoek. Het is voor mij misschien 1 uur en 20 minuten fietsen. Dus ik kom er waarschijnlijk zo bezweet aan als een otter of hoe die uitdrukking ook gaat. Maar vandaag staat de Zeeuwse derby op de planning. De Zeeuwse derby is een derby tussen Kloetingen en HSV Hoek. Het is ook een derby tussen eigenlijk twee kanten van Zeeland. We zeggen wel eens een keer de overkant en aan de overkant zeggen ze ook de overkant tegenover ons. Ik kom zelf uit Zeeuws-Vlaanderen, dus ik support er vandaag voor Hoek. Ik ga ook mee met de bus, want het is een combi-wedstrijd. Dat betekent dat we verplicht met de bus moeten gaan als uitsupporter zijn. Hoeksupporters mogen niet daar tickets kopen. Ze moeten echt verplicht mee met de bus. Al weet ik van de vorige Zeeuwse derby in Hoek dat toen ook Kloetingen-supporters gewoon thuis het ticketje hadden gekocht. Die verbergen een beetje hun kleur. En goed, dat moet kunnen, want de harde kernen gescheiden houden, dat snap ik. Maar Zeeland is niet zo groot. Er zijn ook onderlinge vriendschappen. Dus ja, het is een keiharde rivaliteit natuurlijk, maar... Er zijn ook natuurlijk wat banden tussen supporters. Hoek speelde de laatste weken niet zo heel erg goed. En Kloetingen is eigenlijk als promovendus best wel goed bezig, vind ik al zeg ik het zelf. Hun coach is natuurlijk net vertrokken. Hun assistent heeft het moeten overnemen. Of drie assistenten nemen het over, zeg maar, tot het einde van het seizoen. Bij Hoek, de coaches gaan wel weg. Tenminste, de hoofdcoach gaat weg. De assistentcoach, Rombout, als ik correct ben, die blijft wel als assistentcoach van onze coach volgend jaar. En de andere Belgische coach, die verdwijnt wel. Dus volgend jaar krijgt Hoek een Nederlandse Vlaams duo, altijd leuk natuurlijk. Er werd nog eens een keer benadrukt dat er zowel bij de bussen in Hoek als daar in Kloetingen op het sportpark gecontroleerd gaat worden. Of mensen pyro mee hebben en dergelijke. Ja kijk, ik neem dat soort dingen niet mee, maar ik vind het wel heel zonde dat dat zo keihard wordt tegengehouden. Maar waarschijnlijk komen er heus wel wat pyro dingetjes op het veld. Hierachter rijdt trouwens een bus. Ah nee, het is een Duitse bus, dat gaat niet onze bus worden. Maar ik vind het wel jammer, want pyro hoort erbij en waarschijnlijk gaat er echt nog mooie pyro aan zitten komen. Want zo'n derby gaan de mensen echt wel wat meesmokkelen. Ik snap dat het soms gevaarlijk wordt geacht, maar wij zijn dan een paar supporters aan. Maak er gewoon een leuk feest van en er hoort pyro gewoon ook bij. Hopelijk ook andere mooie sfeeracties, maar ik ga niet te veel inleiden. Want anders gaat deze video vooral de intro zijn. Ik ga naar de bus toe, lekker met de combi, met de supporters mee, naar Kloetingen. Een goed gevuld sportpark, dat is zeker. De standaard provocatie wordt er ook wel een beetje bij. Shine on that.
Ze zetten gewoon heel vanaf volgend jaar op. Dus als ze schouder dan. Ja, die zijn. Ja, en nu gaan we nog eens 10 minuten staken omdat deze vereniging hun lichten niet op orde hebben. Nou, ze hebben het kunnen regelen, ze komen weer terug. En dan is het even bal. Er vliegen wat dingen op en neer. En de supporter van Hoek wil dan verhaal gaan halen. Maar de stewards hebben hem snel onder controle. En zetten hem terug in zijn eigen vak. Gaan ze onze spelers lopen duwen en dan gaan ze ook nog eens een keer. Jezus Christus. Nou, relletjes en we spelen gewoon verder, maar ja, provocaties wil ik niet sporten, dus goed. Ik hoort er misschien allemaal een beetje bij, moet niet zo uit de hand lopen, maar ja. Wat een ongelofelijke kutpad, maar ja, goed. Voetballend was het al niet zo geweldig, en dan gaat hij ook nog eens een keer provoceren. Het was net gereld. Had hij nog lopen provoceren ook, of wat? Ja goed, dat hoort er misschien ook een beetje bij. Moeten ze het ook wel pikken eigenlijk. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan en zien door deze wind. En het is een beetje donker, maar wat een wedstrijd als dit. Ja, eigenlijk was het gewoon een scheidwedstrijd, zoals ik al net zei. Voetballend was het langs beide kanten gewoon niet heel goed. Heeft Kloetingen verdiend gewonnen? Ja en nee. Het was gewoon slecht langs beide kanten. Maar onverdiend is het nou ook niet. Maar om nou echt te zeggen dat ze verdiend hebben gewonnen, dat nou ook niet. Ik denk dat Kloetingen ook wel tevreden zou geweest zijn met een gelijkspel. En wij ook. Wij hadden ook tevreden moeten zijn met een gelijkspel. Maar ja, kijk, dan valt die twee in binnen op zo'n kutmoment. Ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Op het einde nog wat relletjes. Goed, die van Kloetingen liep te provoceren. Teren ze al de hele tijd. Ja, hoort er misschien ook wel een beetje bij. Maar er werd er wat heen en weer gegooid. En ja, toen ontplofte het, of als het al gezegd een beetje goed is. Maar ja, kijk, die beveiliging, ik vond, ja, dan laat je wel hun provoceren met de vlaggen voor onze harde kerf, onze supporters. Dan denk ik van, ja goed, lach het even weg. Komt er op het einde nog iemand met zo'n stoel juichen voor ons vak? Dan denk ik van, ja goed. Dat provocatietjes moet soms wel kunnen, maar als je dat als beveiliging niet eens iets van zegt, ja. Je moet ook niet zo heel verbaasd zijn dat er ooit eens een keer zijn supporter denkt van, ja maar hé, hallo, en over het hek springen zoals het gewoon nu gebeurd is. Ik vind dat de hoeksupporters nog redelijk zich in hebben gehouden. Er waren heel wat mensen die wel over wilden springen, maar zich toch bedachten. Ja, goed. De beveiliging had misschien iets slimmer moeten aanpakken, maar er stonden ook mensen tussen die gewoon niet van voetbal houden of ze waren zelfs bezig over, ja, een BH-bandje zo'n vulling en dat stopt ze ook soms pyro in, moeten ze echt helemaal controleren en met de vinger langs je BH-bandjes gaan en dergelijke en sommige mensen uitkleden tot op de ondergoed. Dan denk ik zo van, ja hallo, het is derde divisie, het is amateur derby. Oh jezus. Maar goed, deze wedstrijd gaat niet te lang maken, anders duurt deze video echt veel te lang met een outro. Hoe kan het beter moeten spelen? Nou goed.
ja, ik had ook nog wat pyro van Kloetingen verwacht. Dat vind ik wel jammer dat het er niet was. Ik bedoel, jullie weten al voor welke club ik ben in deze video. Maar ja, goed, sfeer langs beide kanten. Dat maakt de wedstrijd altijd wat leuker. Maar ja, goed, Kloetingen, qua club werken ze gewoon prima. We hebben het jeugd en dergelijke. Goede jeugd ook. Ze hebben echt een goede jeugd. Tenminste, van Zeeuwse begrippen. Maar ja, kijk. Ik had wel leuk gevonden als Hoek had gewonnen. Dat is helaas niet gebeurd. Ik bedank jullie voor het kijken van deze lange outro. Like, abonneer, join de Discord server als je daar zin in hebt. Volg me even op Instagram, echtemilan.nl. En kom eens een keer mee naar de wedstrijd van SK Beveren. Daar ga ik ook heel vaak heen. Stuur me een berichtje en dan gaan we lekker samen erheen of zo, weet ik veel. Ja, goed. Er komt trouwens ook nog een video van ik in... Ik was een keer bij de wedstrijd van Goestel Kloetingen geweest. Die video staat nog altijd niet online. Dus sorry. Maar goed, ik ga lekker McDonald's vreten, wat vet gehapt naar binnen werken. Zodat ik nog vetter word. Want ja, we moeten onze verdriet ergens nog even werken vandaag. Ik zeg het niet graag, maar gefeliciteerd Kloetingen supporters. Het is jammer. Hoek moet gewoon beter. Zeker volgend jaar. Dit seizoen is gewoon shit. Dat moeten we gewoon kunnen toegeven. Het is jammer, maar het is wat het is. Eindslag staat vast. Je kan erover door blijven praten wat je wilt. Maar de einduitslag staat vast. 2-1 voor Kloetingen. Hoek heeft dit jaar niet van Kloetingen kunnen winnen. Kloetingen staat ook eens een keer een stukje boven Hoek. Het is niet zo Hoek seizoen dit seizoen. Maar goed, kan beter. Bedankt jullie nogmaals voor het kijken. En zowel de Kloetingen fans als de Hoek fans die nu kijken, abonneren ze even. Dat maakt hele leuke video's. Joep.